was het zat, ik was moe, ik was ook weer een beetje in paniek. Mattie en Wietse, een week lang geboeid. Begin jij? Ja, is goed hoor. Graag. Laatste loodjes, donderdagmiddag. Ik ben er wel echt klaar mee ook. Het is vooral heel fijn om uit te kijken naar de dingen die je weer in je eentje kan doen. Zo hebben we vandaag gezwommen. Ik kijk er zo naar uit om gewoon in mijn eentje naar een zwembad toe te rijden. Zonder deze gasten achter me aan te slepen. Naar een bowlingbaan te gaan, daar gewoon te bowlen met vrienden. En weg te kunnen wanneer ik wil. Naar de wc te kunnen wanneer ik wil. Niet dat gedoe de hele tijd. Dat vermoeit gewoon enorm. Maar ja, het is wel weer leuk. Ik denk dat het experiment nu toch geslaagd is. En ik ben er wel van overtuigd dat we nu ook gaan redden. Kijk, als je nu vannacht nog die noodtelefoon belt, dan moet wel heel iets geks gebeuren. Ik was het vannacht bijna van plan toen ik door mijn bed zakte. Maar ik heb me nog in kunnen houden. Dus dit nachtje nog even doorbijten en dan zijn we er gewoon. Dan gaan deze jongens, die gaan dan af. Nu al zin in. Zo, laat die kop niet missen. Lekker muziekje! Over je paasoren. Ja? Over je paasoren. Oh, die hebben we nog steeds op je. Ik ruik de finish. Ik proef de finish. En dus ben ik meer dan goed gemutst. Ik vond het een heerlijke, heerlijke dag. Ik heb Wietse zien zwemmen. Het is mooi dat wat er dan in hem loskomt. Het is echt een enorme power, is dat. Nee, ja, ik moet zeggen dat gisteren was ook echt de dag. En dat kan ik nu achteraf best wel zeggen. Ik had gisterenmiddag spookte heel even het scenario van een noodtelefoon door mijn hoofd. Dat is echt waar. Ik was het zat. Ik was moe. Ik was ook weer een beetje in paniek. Dat ik dacht, jeetje, ik moet echt nog tot vrijdagochtend aan hem vastzitten. Het was de eerste keer deze week. Dat ik dacht van, wat is eigenlijk het nummer van die hele noodtelefoon? Maar dat was na 10 minuten ook weer weg. En nu denk ik dat ik niet meer die telefoon ga nodig hebben. Tenminste, dat hoop ik. We moeten nog tot morgenochtend. Maar dan zijn we er wel. En dan heb ik echt een topweek gehad. Dus ja, al met al, voor een voorlopige conclusie. Ik zou het nooit meer doen, maar ik heb wel gelacht. Dag. You make us cute. We zijn een week lang geboeid. Wil je niks missen? Klik dan hier om je te abonneren. En klik hier om een andere video te bekijken. Niet doen. Niet doen. Eventjes. Nee, niet doen. Nee, jongen. Niet doen.